Hoge waterstanden zoals we die lang niet meer hebben gekend. Gevolg van dooi in de bergen en langdurige regens hebben in het gebied van de grote rivieren voor nogal wat overlast gezorgd. Dat de uiterwaarden volliepen was niet zo bijzonder, want dat gebeurt vaker. Maar het water steeg op vele plaatsen zo hoog dat kaden en aanlegstijgers geheel onder water verdwenen, waardoor bijvoorbeeld pontverbindingen moesten uitvallen. Hier en daar bereikten de rivieren een breedte die meer dan 2 maal groter was dan normaal. Verschillende boerderijen en ook enkele kleine dorpen raakten geheel geïsoleerd. Aanvankelijk was er voor hoog op de wielen staande vrachtwagens nog wel een mogelijkheid om erdoor te komen, waardoor schoolkinderen nog wel heen en weer gebracht konden worden. Maar later moest een enkele maal beroep worden gedaan op de genie om bijvoorbeeld melk op te halen. De jeugd amuseerde zich overigens best. In het weekend kwamen, zoals overal waar narigheid is, veel nieuwsgierigen opdagen die niet veel anders te zien kregen dan een geïsoleerde boerderij in de verte. Behalve boerderijen kwamen ook steenfabrieken langs de rivieren rondom in het water te staan. Dit is de IJsselkade bij Deventer, waar het water nogal wat schade aan huizen aanrichtte. Evenals bijvoorbeeld in Nijmegen en Arnhem werd ook hier vrachtvervoer per schip vrijwel onmogelijk, doordat de schepen nergens konden aanleggen. In tal van huizen langs de kade kwamen de kelders blank te staan. De overheid heeft intussen aangekondigd dat er op schadevergoeding niet gerekend hoeft te worden. Dat geldt met name voor de bezitters van caravans. Deze wisten ruim van tevoren dat het hoge water in aantocht was en hadden hun caravans tijdig in veiligheid kunnen brengen. Maar intussen zitten ze wel met een flinke schadepost. Inmiddels heeft een daling van het waterniveau ingezet en verwacht wordt dat er dagelijks 30 à 40 centimeter val zal zijn. Binnen enkele weken zullen dan de uiterwaarden weer drooggevallen zijn.